Zo, dankjewel, dokter Sneem. Nou Hans, daar ben je weer. Maar we zijn er weer. Ja, toch even een iets andere hoedanigheid. We hebben het net over de inhoud gesproken, over waarom de toon, innovatie, de achtergronden. Maar nu zit je hier als, ja, hoe moeten we het noemen, dat we je gaan verwennen, we gaan je laten schikken. Nou, in ieder geval heel veel wijze dingen leren. Ik weet nog niet wat het gaat worden. Ik wacht in spanning af. Dus ja, laat het maar allemaal over je heen komen. De inhoud wordt besloten door drie, nou ik mag wel zeggen echt een vakjury. Mensen die al heel lang in de security zitten, er alles vanaf weten. Die hebben hier de hele dag gezeten met die 40 hackers om te kijken wat hebben ze gedaan. En dan heb ik als presentator wel een klein probleempje, want ik wil dus deze bekers gaan uitdelen. Je ziet hier 12 bekers staan, want drie teams gaan winnen en daar zitten er maximaal 4 in. Maar ja, een van de code of conducts was dat je ook anoniem mag meedoen. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe ze dat gaan oplossen. Daar heb ik eigenlijk nog niet zo over nagedacht. Wat ook een team van bijvoorbeeld hele jonge studenten. Ja, die moesten weer snel naar huis toe. Dus ik hoop niet dat ze gewonnen hebben. Ik weet het nog niet. Maar toch ere wie ere toekomt. Want deze 40 mensen die hebben wel de hele dag keihard gewerkt. Zij krijgen sowieso een toon mee naar huis. Dan kunnen ze hem ook openmaken. Dan kunnen ze veel bruter tekeer gaan. Ook volgens Responsible Disclosure. Netjes melden natuurlijk. En ik wil even een rondje doen. Want dan weet ik tenminste wie er nog zit. 10 teams met de meest wonderlijke namen. Zit er nog iemand van team 1 van Looney Tunes? Ja. Looney Tunes zit daar. Team 2 toontje lager. Is die nog in de house? Kijk eens aan. Team Red Spades. Waar zitten die? Red Spades nog in de house? Red Spades in de house? Red Spades in de house? Ja, die melden zich ook op het laatste moment aan. Die is ook als eerste weg. Nou. Team Sesamstraat. Ja, dat is een beetje spannend. Die zijn allemaal anoniem. Ja, is Team Sesamstraat er nog? Oh, nou, dus ja. Jij bent niet van het team, maar je vertegenwoordigt er. Nou, dat is ook wel hartstikke mooi. Team RRR Support. Zit die er nog? Ja, is er ook nog achterin. Ramsey Boyd. Toon, zit die nog? Oh ja, die zitten daar. Daar gaat een wandelstok de lucht in. Hartstikke mooi. Team Headstack. Is daar nog iemand van in de house? Nee, die zijn bij iedereen. Oh ja, daar zit iemand, een vertegenwoordiger. Ja, je kan ook net zo goed je hand opsteken als je niet van het team bent. Dat gaat toch allemaal in. Het Toon Me Niet Register. Ja, die zit ook nog in, nou, bij deze getoond. CTIA. Zit die ook nog? Ja, die zitten daar in de hoek. En een Little Bobby Tables. Die zit ook nog in de hout. Alles behalve 1. En om je een beetje statistisch gevoel te geven van wat hier nou eigenlijk zit. 3 hogescholen. 1 gemengd team van een bedrijf en de Universiteit Twente. En 6 security bedrijven. Allemaal heel veel verschillende bedrijven. En het grappige is dus, die komen hier dus niet zier maken van hey, we zijn van dat en dat bedrijf. Maar die doen dat eigenlijk als hun eigen R&D ontwikkeling. Van we zijn dus aan het leren. Hacken en ja, leuke mensen ontmoeten. Dus hartstikke leuk. Maar de winnaars natuurlijk, die moeten we straks in de watten leggen. Want die hebben natuurlijk nog het meeste gedaan. We eindigen met de meest gevaarlijke hack. Daarvoor hebben we nog de weirdest hack. Maar we beginnen met de most techie hack. En daarover gaan we praten met ons eerste jurylid. Hij is de Chief Technology Officer van Qubi. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Michiel Fokken. Zo, Michiel. Nou, welkom, welkom, welkom. Dank je. Chief Technology Officer bij Qubi. Je bent ook nog fysicus geweest, daar ook nog in gepromoveerd. Dus je bent goed in abstracte dingen, maar eigenlijk vrij snel ging je die IT in. Heel veel IT-functies gehad, heel veel vanuit innovatie, techniek, management. Je hebt je sporen wel verdiend. Ja, en dan kom je ineens in Worm met 40 mensen die van alles gaan doen met jouw kindje, jouw toon. Dus ja, mijn eerste vraag is eigenlijk, hoe was je dag? Ja, spannend en exciting. Ja. Kun je er iets meer over zeggen? Ja, allereerst, het is niet de eerste keer dat we de toon op de pijnbank leggen. We doen dat regelmatig, maar dan vanuit een meer traditionele setting. Dan vragen we een securitybedrijf om gewoon met het sturen van een rekening een bepaalde test uit te voeren. Een pentest doen we dat. Dus dat doen we echt zo'n 2, 3, 4 keer per jaar.
Dus ik had al zoiets van, nou, als we nu iets echt heftigs vinden, dan hebben we nog een keer een goed woordje te spreken met onze vaste security leverancier. Ja, dat maar, kan je het ook zien, ja. Aan de andere kant, 40 knappe koppen, die kunnen echt meer dan die twee consultants die je voor een pentest over de vloer hebt. En ik was dus heel benieuwd naar ook wat de meer creatieve oplossingen waren. Ja, en, want je hebt ze gezien, hè? Mijn doel was om een heel divers gezelschap te vinden die juist dat bedenken wat anderen niet bedenken. Is dat een beetje gelukt? Ik denk het wel. Ja? Ja, en ik vind het met name leuk dat er ook veel universiteiten, hogescholen, dus echt uit de onderwijshoek, die kijken toch met een andere blik naar... Vers. Precies. Oké, okay, ik had eigenlijk verwacht dat juist bedrijven die dat heel vaak doen, meteen weten wat ze moeten doen. Maar die diversiteit heeft dus goed gewerkt in ja, die zin. Volgens mij wel. Oké. Okay. Kun je iets zeggen over de hele dag? Hoeveel meldingen heb je bijvoorbeeld gehad? Een melding is dus, ik heb dit en dat gevonden. Daar kwamen ze dus binnen met een proof of concept. En vervolgens moesten ze gaan bedenken, wat kun je daar dan mee? Kun je iets over zeggen? Ja, we hebben met name ook gekeken naar teams die daadwerkelijk gewoon hard bewijs hadden. Dus alleen een verhaal over van dit zou je kunnen doen, was niet genoeg. We wilden gewoon echte actie zien. En er zijn toch 17 meldingen binnengekomen. 17 meldingen? Van 7 teams. En dan, dus 3 teams hadden niks. Ja, dat blijkt. Oh, die zijn er waarschijnlijk naar huis. Nog niet gelukt. Oké, maar de 7 teams wel. De leukste teams overigens, hè? Ja, dat zijn mijn favoriete teams. Dat zijn de teams waar je wat aan hebt. Ja, daar ben ik heel blij van. Maar jij niet. Jij wil vooral die 7 teams, want dan kun je het verbeteren. Absoluut. Oké, en die konden dan naar jullie toe komen lopen. En die komen dan met een verhaal of met schema's of met uitleg. Hoe ging dat? Ja, heel verschillend. Sommigen die hadden foto's van screenshots van dingen op toon. En er was één team en die had van tevoren al iets voorbereid, netjes in 4 A4'tjes helemaal. Oké, die kwamen meteen al aan. Ja, absoluut. Dat was me net opgevallen. Om 12 uur gaf ik het startsein, zoals je zag op het filmpje. En dan gingen daar meteen mensen natuurlijk. Maar die hadden dus meteen al iets. Ja, er zijn volgens mij ook 2 teams die hebben van tevoren een toon gekocht om hem open te kunnen maken. En dat juichen anything we dan goes. Wel toe. Hè? Anything goes, ja. Nee, want we hadden een beetje zo gescoopt van, richt je op wat je erin kan stoppen of kan afvangen. Hè, want openschroeven, dat is wel eens eerder gebeurd, dat iemand pennetjes verwisselt en zo. Je moet het een beetje scopen. Dat je niet te veel groene grijs krijgt. Dat kunnen ze nu ook overigens achteraf doen. Hè, want alle 40 deelnemers krijgen straks daar ook een eigen toon mee naar huis om open te breken en leuke dingen te als doen. Als die open is geweest, is de garantie wel verlopen. Oh, oké. Okay. Ook op de veiligheid? Ja, absoluut. Juist op de veiligheid. Okay. Ja, en ik vind dat echt heel belangrijk. Dus iedereen krijgt ook een tegoedbon voor een monteur erbij. Dus terwijl ik zeg van het zijn hackers, die weten wat ze doen. Maar ja. Nee. Arme monteur. Ik probeer me voor te stellen hoe zo iemand dat ervaart als die in zo'n hackershol komt en dan. Goed. Wat we natuurlijk willen weten. De most techie hack. Ja, omdat jij de CTO bent, dacht ik van nou, dat is wel leuk om jou dat bekend te laten maken. Dus laten we jullie niet langer in spanning wachten. Ja, laten we nog wel iets langer in spanning. Ja, er zijn ook nog een paar dingen die gevonden zijn die niet als most techie hack zijn aan te merken, maar die toch zeg maar een eervolle vermelding wil geven. En kunnen we langzaam de spanning ook een beetje opbouwen. Oh, dat is wel eerste eervolle vermelding. Dus zonder tromroffel, maar gewoon even, nou, dankjewel. Precies, een van de teams die heeft uitgevonden dat wij op ons device IPv6 V6 hebben aanstaan. Yeah. En op zich luistert er verder niks naar, behalve het stukje software dat de tijd bijhoudt. En dan kun je dan de tijd aanvragen. En er zou theoretisch, maar dat hebben ze dus niet aangetoond, vandaar de eervolle vermelding, zou daar een zwakheid in dat tijdsprogrammaatje kunnen zitten, wat je dan zou kunnen misbruiken. Okay. Dus dat is één ding. En we hebben nog binnen Toon zitten verschillende onderdelen die met elkaar praten. En dat doen ze via een soort postkantoor. Een message broker heet dat in TechSpeak. En die wil je eigenlijk alleen intern beschikbaar hebben. En die draait ook op de wifi interface en op de ethernetpoort. Er zit wel een firewall voor, maar als er ooit een keer iets met die firewall gebeurt, dan heb je dat toch dat je denkt van wow. Okay. Dus dat is iets dat gaan we wel even fixen. Wordt gefixt. Daar doen we het om, hè? Ja, en dat is om de spanning een beetje op te bouwen. Zometeen de most techie hack, daar moet je wat dingen voor doen. En als je dat gedaan hebt, dan kun je ook op bepaalde plekken kun je wat logfiles downloaden. En dat geeft je wat extra technische informatie wat je zou kunnen gebruiken om
om een andere hek te faciliteren. En ik denk dat we die logvast die moeten ook even parkeren. Zodat je er ja, want we hebben ze ook gevraagd van techniek leuk, maar maak een aanvalsscenario. En dit is dus het aanvalsscenario. We gaan er eerst in en dan hebben we de vrijheid om eigenlijk alles te doen. Ja. Oké. Okay. Door het keukenraampje binnen en dan kijken of je de voordeur open kunt krijgen. Dat is een beetje het idee. Oké, okay. Dat is simpel uitgelegd. Zullen we ze bekendmaken? Ja? Ja? Oké, okay, dames en heren, de winnaar van de Most Techie Head is Ramsey Bolton. Ramsey Bolton! Yeah! Eerst de bekers natuurlijk, kijk eens aan. Ja, dit zijn dus... Mogen wij vertellen wie jullie zijn? Oh, kijk eens, dat is hartstikke mooi. Ja, vertel het zelf maar even. Wie zijn jullie? Wij zijn studenten van de Hogeschool Leiden. Studenten van de Hogeschool Leiden, kijk eens aan. En je bent een wat oudere student, of ben je een van de docenten? Ik ben een van de docenten, inderdaad. Je was ook een soort teamcaptain, hè? Want ik zag dat zij waren aan de slag en jij was meer support. Meewerkend voorman. Op een gegeven moment, toen het echt nodig was, heb ik wel even meegeholpen. Maar uiteindelijk hebben zij het gedaan. En een van onze teamleden die helaas wegens ziekte eerder naar huis toe moest. Dus deze is voor haar. Deze is voor haar. Kijk eens aan. Ja, haar. U hoort het goed. Ook is een vrouwelijke hacker. Nou, dat mag ook wel een applaus. Goed man, goed man. Nog even korte reactie. Hoe vond je het om het te doen? Ja, erg leuk om te doen. Vooral heel leerzaam voor ons. Dat is het eigenlijk, ja. Hacker ben je al? Hoe ziet je toekomst eruit? Black hat, white hat? Nou, vooral... ja, dat hou ik voor mezelf. Dat is, Hij is te huur. Hoe vond je? Ja, dat was leuk. Leerzaam inderdaad. En op naar het volgende. Van welke opleiding zijn jullie? Dat is misschien wel even goed om te weten. Forensische informatica. Forensische informatica, dames en heren. Dat is dus de mensen die komen kijken op een soort digitaal plaatsdelict en dan naar sporen zoeken, zoiets? Dat klopt. Dat is dus ook reactief van aard. Daarom ben ik ook echt ontzettend trots op deze groep. Dat ze dus nu iets proactiefs gedaan hebben, echt aangevallen. Dat hoort eigenlijk niet bij waar ze voor worden opgeleid. En ze hebben het toch maar even gedaan. En gelijk de meest techie hack. Nou, respect, respect. Dames en heren, hartelijk applaus voor Ramsey Bolton. Ja. Goed, nou, straks na afloop, loop even naar die tafel daar. Dan krijgen jullie nog een mooi dingetje om de beker in mee te nemen. Jullie krijgen een toon, jullie krijgen diverse hardware, smartplugs en dat soort dingen. Jullie krijgen het boek Helpende Hackers. En een zwarte tas om het allemaal in te doen. En, most of all, een t-shirt. Jazeker! Goed, hartelijk dank ook. Michiel Fokke. Dank je. Dankjewel, Michiel. En ik benijd jouw baan. CTO van QB is toch wel een heel uitdagende baan, toch? Dat ondervindt hij elke dag. Ja. Hij lacht vandaag nog. Okay. En maar je triggerde me wel, hoor. Het zijn wel heel weinig vrouwen. Vind ja. Wij zijn juist ook binnen QB willen we steeds meer vrouwen hebben. Maar dit moet hier ook wel een beetje... Ja, ik vind dat heel dubbel. Aan de ene kant heb ik zoiets van IT is iets wat iedereen gebruikt. En waarom zou nou de ene helft van de bevolking daarover beslissen en de andere helft niet? Maar aan de andere kant, je kunt ook vergelijken met vissen, weet je wel. Wie gaat nou een hele dag lang langs het water zitten? Ja, dat kunnen alleen mannen. Want dat... En dat is ook een beetje met hacken. Het is gewoon heel lang hetzelfde doen zonder met iemand te spreken. En ja, vrouwen worden dan snel verveeld. Dat vind ik wel een beetje jammer voorbeeld. Als je Joep van het Hek zei, ik heb ook een slecht huwelijk, maar om het nou zo op te lossen. Hè? Heb je ook weer gelijk. Nou, als ik kijk in de zaal, dan zitten er genoeg. En het valt me op in de cybersecurity, in management, juridische communicatie, heel veel dingen. Daar zitten wel heel veel vrouwen. Maar ja, het hacken... Dus wees welkom. We hebben jullie absoluut nodig. Want juist, oké, diversiteit. Belangrijk. Goed. We hebben dus drie categorieën. Straks de meest gevaarlijke hack, maar nu eerst de weirdest hack. Nou, dat is een beetje een vage categorie. En dat was dan zoiets van, ja, dit is nou echt iets waar je niet op komt. En daarover gaan we praten met iemand die ook al vrij lang in de security zit. En die werkt bij Schubert Phyllis. Dat is een bedrijf dat heel veel data host en zo. Onder andere ook voor Eneco.
Dames en heren, mag ik een hartelijk applaus voor Glenn ten Kate. Glenn, hey, kikkerhoed man. Ja. Hij is zwart. Ja, ben je nou een blackhead of... Ja, ik kom nog uit de goede oude tijd waar niet gekeken werd naar de kleur van je hoed. Maar ik ben een white hat hacker, ja. Oh, toch wel. Lekker ja, om hoor. Te verwarren, toch dat zwarte hoedje. Precies, dat, social engineering, altijd leuk. Dus, ja. Wist je waar dat vandaan kwam trouwens? Uit de oude cowboyfilms. Ja, Amerikanen zijn niet zo slim, dus dan dachten ze van... de good guys krijgen een witte hoed en de bad guys krijgen een zwarte hoed. Dus toen we later hackers kregen, toen werd diezelfde analogie gebruikt voor black hat, white hat hackers. Maar goed, zoals hackers zijn, wordt ook dat gehackt. Dus een white hat met een zwarte hoed. Nou ja, zo. Lekker verwarrend. Om lekker te verwarren. Hey, nou, super Phyllis. Jullie hebben klanten die heel veel data verstoken. Jullie beheren dat in jullie cloud. Zorg ook voor een secure manier. Jullie monitoren ook real-time alle dingen die bij Eneco gebeuren. Om te zorgen dat het allemaal veilig gaat. Wat ook wel interessant voor de hackers hier. In je vrije tijd doe je ook heel veel. De OWASP Security Knowledge Framework. Ja, ja, inderdaad. Kun je iets over vertellen? Want dat is voor de hackers en dat is al even interessant. Iets wat je kunt gebruiken, dat is een website. Dat als de kwetsbaarheden worden gevonden, dat het op een goede manier gekwalificeerd wordt. En dat je er terug kan vinden dat als je software gaat bouwen, dat je dat een beetje op een goede manier doet. Hoe gaat het in zijn werk? Precies. Nou, het idee was, ik doe dit natuurlijk al meer dan 10 jaar. Penetration testing, hacken. Vanaf mijn 13e was ik er al mee bezig. En het viel me eigenlijk op dat ik telkens opnieuw en opnieuw hetzelfde verhaal aan het vertellen was. Naar developers toe, hoe ze security moeten regelen in hun applicaties. En daaruit was toch echt zoiets van, we moeten gewoon helpen, elkaar supporten. En samen met mijn broer hebben we eigenlijk het Security Knowledge Framework gebouwd. Wat developers helpt om gewoon security by design te kunnen doen. Alle kennis is open source, gratis, toegankelijk. En dit promoten we eigenlijk en gebruiken we eigenlijk zoveel als we kunnen. Bij Schuberg Phyllis natuurlijk als security requirement en standaard. Maar ook naar onze partners en mensen die geïnteresseerd zijn om security by design te kunnen doen. Ja. We wilden eigenlijk bedrijven, maar ook de programmeur die de coole dingen maakt op zijn zolderkamer ook empoweren. En gewoon de juiste kennis geven, zodat ze gewoon coole secure applicaties konden bouwen. Ja. Ja, dit is een beetje van die gescheiden wereld. Hè? Je hebt mensen die software maken, die knippen en plakken van alles nog op bij elkaar, net zolang dat het werkt. En dan wordt het over de schutting gepleurd bij de pentesten. En dan is het secure. Wat jullie eigenlijk doen is de loop sluiten, dat als je fouten vindt, dat het al in de ontwikkeling wordt meegenomen. Ja, naar voren komt. Ja. En er zijn meerdere stappen die je kan doen in het Security Knowledge Framework. Om van tevoren dit inzicht te krijgen en een soort risicoanalyse als het ware te doen. En de juiste security requirements te kiezen voor je applicatie die je echt wilt. Ja. En allemaal for free. So. Gratis, gebruik het, maar doe vooral ook mee. Mensen kunnen ook knowledge items toevoegen. Hè? Dat als je zelf iets gevonden hebt, kun je dat op die site melden en dan krijg je een nummertje. En dan... Ja, alles is op GitHub gewoon beschikbaar. Een belangrijk aspect dat wij ook vinden is de hele continuous integration pipeline. Want ook daar haal je gewoon kwaliteit en security is onderdeel van kwaliteit van je product. We proberen het goede voorbeeld te geven. En als mensen aanvullingen hebben, dan horen we die graag om te verwerken. Okay. En is dit nou interessant alleen voor programmeurs of juist ook voor bedrijven? Het idee is, eerst was het echt voor programmeurs. Maar toen waren de bedrijven van, wow, dit is heel erg cool. Dan komt er functionaliteit bij en dat bouwen we dan ook. Want wat ik al zei, we willen gewoon iedereen helpen. Dus als je goede feedback hebt, dan willen we het zeker meenemen. Ja. Ook typisch zo'n hacker die helpt. Prachtig toch? Goed, jij bent verantwoordelijk voor de weirdest hack. En ik denk, ik kies bewust een hele vage titel. Dan kunnen ze dan gewoon eigenlijk van alles in doen dat je denkt van, nou, dat je daar nou op komt. Wie bedenkt dat? Ga je, net als Michiel, eerst een algemene inleiding geven over jouw ervaringen? Of knallen we er meteen in? Een heel klein stukje. Ik vond het een super goede sfeer. Mensen waren echt heel erg enthousiast. Ik moet zeggen, als jurylid moet je wel heel erg inhouden. We waren toch wel een beetje aan het meedenken met de mensen. Van, misschien als je dit probeert. Of... dus dat was... dat is toch de hacker in jezelf, zeg maar. Die dan dat soort dingen gaat bedenken.
Ik vond het echt een super dag. Ik vond de opstelling heel erg cool. Hoe het lab eruit zag en de mogelijkheden. De Weirders hack moet ik wel zeggen. Het doet me denken aan een hack die ik ook wel zelf... komt in de buurt wat ik echt in zelf in de realiteit ook wel eens heb gezien. Je dacht, dit is zoals ik, dus dat is weird. Precies, dat klopt gewoon. Dit was duidelijk. Misschien technisch een klein beetje uitleggen wat de Weirders hack is. Ja. Er is dus een team geweest die dus een POC heeft gedeeltelijk laten zien. Waarbij er dus, hoe moet ik het goed zeggen? Proof of concept. Het team heeft dus in korte tijd de image die op de toon draait weten te kunnen extracten zeg maar, uit het apparaat. Het idee is dan om vervolgens malware erop te zetten in de vorm van JavaScript of die dus zeg maar een virus installeert op het device. Vervolgens shippen ze hem weer terug naar Eneco en zeggen, ik was er eigenlijk niet zo blij mee. Vervolgens gaat natuurlijk, denk ik, Eneco een proces door om te kijken, werkt het device wel, doet de software het wel. Ja, en dan is het idee, op het moment dat hij daar doorheen komt, om vervolgens dan weer, dan gaat hij waarschijnlijk weer in de kast voor klant C. Dan is het een kwestie van wachten totdat dit apparaat dus bij een andere gebruiker wordt neergeplaatst. En vervolgens kan dan dit apparaat worden aangestuurd door een command and control server, zoals we dat noemen, om dan acties uit te voeren vanaf dit apparaat. Dat kan zijn websites denial of service, dus heel vaak aanroepen zodat de website niet meer beschikbaar is. Het kan zelfs fraude tot gevolg hebben, bijvoorbeeld Google clicks of advertenties bezoeken. Eigenlijk misbruiken zoals elke PC. Precies, ja. Hans, daar ben je wel blij mee, zeker. Ik ben er nog niet over uit of ik de recht hiervan wil kopen om er een spannende film van te maken. Want het klinkt als een spannende film. En ik weet ook niet helemaal zeker of wij die dingen niet gewoon weggooien als ze terugkomen. Nee, okay. Nee, ik denk dit is wel... Het gaat wat ver, maar het geeft wel aan wat mogelijke risico's zijn. En waar we dus ook naar moeten kijken. En dat dit... daarom vind ik het ook mooi, daarom is het ook de weirdest hack. Het is heel mooi doorgedacht. Ja. En het ja. is een hoop werk en het is de vraag of je het zover doorvoert. En of het theoretisch kan het... Ik denk dat het wel meevalt, maar hij is wel heel mooi doorgedacht. Het feit dat ik heb gezegd, dit is hem gewoon. Een stukje terugkoppeling. Ik heb soortgelijke situaties in het echt gezien en het werkte. Dus ik vond gewoon, dit was gewoon voor mij de winnaar, de weirdest hack. Oké, kom maar dan. Dames en heren, de winnaar of the weirdest hack at Game of Tones. Sesamstraat. Team Sesamstraat! Yes, Team Sesamstraat en dan. Herken jij niet? Herken u haar niet, dames en heren? Dit is de directeur van het Nationale Cybersecurity Centrum. Applaus, applaus. Gewoon Patricia Zorko in de house. Nee, dit is echt een bijzondere verrassing. Want ik zat er een beetje mee. Dat team Sesamstraat, die meldde zich aan als Bert. Ja, we willen liefst anoniem blijven. Ja, dat mag. Hè? Dat is een van de codes. Maar kun je iets zeggen? Ja, iets met overheid. Zoiets. Dat is alles wat ik wist. En ik zei, heb je misschien namen voor bij de toegang? Want we willen niet dat iedereen zo naar binnen loopt als journalist. Dus alleen degene die zich echt bij mij hebben aangemeld. Nou, daar moesten ze niet zo lang over nadenken. Dus dat werd Bert, Ernie, Elmo. Pino werd op een gegeven moment Cookie Monster. Maar dat het NCAC erachter zit. Bye. Ja, ik ben ook helemaal trots. En ook een beetje verbaasd. Wist je dat ze hier waren? Ja, ik had wel zo mijn vermoedens. Want het was wel een beetje leeg op de afdeling. Ik denk, hé, mijn beste hackertjes die zijn er ineens vandoor. Waar lopen ze rond? En mooie moment kan natuurlijk niet. Het is nu Alert Online. Hè? Dat is de cybersecurity campagne die van 4 tot... 14 oktober loopt om het hele land weer even aware te maken van, hey jongens, let erop. Veel naar het publiek toe, maar ook veel organisaties onderling. En het NCC is daar ooit mee begonnen. Hè? Nu is het ECP voert het uit, het is een grote campagne, 200 partners, maar jullie zijn er ooit mee begonnen. Hè? Waarom?
Nou, het was gewoon nodig om in Nederland meer aandacht te hebben voor zeg maar, de ja, awareness op cybergebied. En ja, dit zijn natuurlijk de mensen die er allemaal heel veel verstand van hebben. Maar ja, dat is gewoon in Nederland, als je kijkt naar de volle breedte, echt nog niet zo. Dus dat moet gewoon veel meer, er moet gewoon veel meer gebeuren. En daarom hebben we dat initiatief genomen. Maar we zijn wel heel blij dat ECP dat nu overgenomen heeft, dat er zoveel mensen meedoen. En dat hier juist, van, ja, vandaag zo'n Game of Thrones, nou, daar ben ik wel heel erg trots op dat we dat in Nederland doen. En dat zei Klaas Dijkhoff vanmorgen ook toen we hem bijpraten over alles wat er gebeurt rondom Alert Online. Hij zegt, nou, dit vind ik wel echt een hele mooie. Dit is echt een voorbeeld van onze digitale poldermodel, zoals hij ook wel zegt. Dit kunnen we ook echt hoe leg je dat uit in het buitenland? Dit is echt typisch in Nederland dat dit soort dingen gebeuren. Maar ik vind het ook heel stoer van Eneco. En misschien, ik geloof dat er een vrouwelijke CISO is bij Eneco. Heeft het daar misschien ja, Louise Lettenpierik. Ja, even een applaus voor haar. Dus, ja, Louiselle was van begin tot einde, tot met nu bij. Je gaat naar steden toe, dat wel. Dat vind ik wel heel jammer. Je hebt enorm geholpen. Het was van begin af aan ook echt ja, het supporter van het concept. Maar heel veel mensen bij Eneco en QB die deden meteen mee. En dat tekent wel de openheid. Nu de andere energiebedrijven nog, natuurlijk. Maar dat werkt allemaal goed. Jij was er ook bij toen, we lieten nog even de foto net zien. Dat 30 Nederlandse bedrijven het Coordinated Vulnerability Disclosure Manifesto ondertekenden. Dat, ja, ik zou maar zeggen, 3 jaar nadat jullie de richtlijn hadden gepubliceerd over Responsible Disclosure. Hoe vond jij dat moment? Nou, ik vond het een heel mooi moment. En ook dat er ook al een paar internationale bedrijven toch meedoen. Maar er moet ook nog heel veel gebeuren. Dus we moeten dat geluid ook echt laten horen. En ik vind dat ook vandaag weer echt een volgende stap is gezet. Hackers, bedrijven, overheid, nou wat wil je nog meer? Als je echt samen de schouders eronder zet, dan bereik je dit soort dingen. Dus ja, eigenlijk echt namens iedereen, hè, want ik voel me wat zal ik zeggen? Je hebt niet gehackt. Nee, daarom. Ik sta een beetje met mijn mond vol tanden, dus vraag me niet te veel inderdaad wat er precies gebeurd is. Nee, maar je hebt wel als directeur je toestemming ertoe voorgegeven dat het mocht. Dat vind ik ook wel heel stoer eigenlijk. Ja, dat is ook belangrijk, maar ik geloof ook wel dat als ik het niet zou willen, dat het toch wel gebeurt. Zo zijn ze ook wel weer. Hey, tot slot. Jullie hebben de prijs gekregen voor de weirdest hack. Jullie hadden natuurlijk ook de most techie hack. Dat zou je dan verwachten van een National Cybersecurity Center. Of de most dangerous hack. Nee, jullie hebben de weirdest hack gekregen. Wat vind je daarvan? Ja, we zijn gewoon niet in een hokje te plaatsen. Hè? Dus ja, zo gaat dat. En je moet een beetje meebewegen. Met alles wat er nodig is. En, Ik vind het geweldig dat de weirdest hackers of them all, notabene, bij jullie zitten. Dankjewel, Patricia Zorico. Ja. Ja, nee, ik ben er wel even een beetje stil van. Dat had ik echt niet verwacht. Maar, de team Sesamstraat... straks via de achterdeur, daar kunnen jullie waarschijnlijk ook in. Dan kunnen jullie alsnog jullie beker krijgen. Tas, boek Helpende Hackers hebben jullie al. En natuurlijk t-shirts, hè, die kunnen ook passen en zo. Maar voordat we doorgaan naar de meest gevaarlijke hack, wil ik natuurlijk nog even hartelijk danken voor ons jurylid wat hier de hele dag heeft zitten zweten. Hij was er vandaag als eerste. Ik hoop dat je een leuke tijd hebt gehad. Super. Oké, hartelijk applaus. Clint en Katen. Ik moet je wel zeggen, ik heb toch een beetje de waag gevonden, want ik dacht even dat we echt gewoon hier een vrouwelijke hacker hadden. Ja, die zijn er wel, ja. Ja, maar nu, dit niet. Dus dat was jammer. Ik vind het heel mooi dat Patricia er was, maar ik dacht, nu hebben we er een. Ja, ja. Nou goed, volgende keer. Als we het nog een keer doen, dan hopen we op meer vrouwelijke hackers. Ja, ze waren er overigens wel bij, hoor. Oh, ja? Ja, twee. Dat is goed. Dus gaat goed, we're growing. Goed, dames en heren, dus na de most techie hack, de weirdest hack, krijgen we nu de gevaarlijkste hack. En dat doen we met een man die eigenlijk al 30 jaar hacker is. Ik denk dat hij heel jong begonnen is. En hij werkt bij Zerocopter. Twitter naar @jafsec, want hier komt hij, dames en heren, Edwin van Andel.
Oh, je hebt een kat in een zak. Nee, kat op het podium. Is goed, hè? Punt 2. Oh. Dit is een... deze doet ook wat, toch? Ja, doe die. We doen hier eigenlijk allemaal aan responsible disclosure. Ja. En aan de andere kant is dit ook een open evenement. Ja. Dus moet je ook de tegenpartij eigenlijk het woord geven. Mm-hmm. En dat doen we niet. Maar we hebben wel een shirt van ze gekregen. Mag ik hem onthullen? Ja, natuurlijk. Responsible disclosure is killing the zero-day industry. Nou, mooi shirt, dames en heren. Hey, wie wil er nog meer een t-shirt? Nou, dat is ook ondertussen even uitleggen. Straks even. Oh ja, ja. Dus straks gooit Edwin nog even een paar t-shirts. Nou, voor de leek in de zaal, hein, Zero Day, dat is een kwetsbaarheid die mensen nog niet ontdekt hebben. Dus daar kun je heel veel ellende mee uitvoeren. En ja, responsible disclosure is killing the Zero Day industry. En dat is ook wel een beetje zo. Jullie bij Zero Copter leven daar wel goed van. Wat jullie doen is... Nou, we leven er nog niet goed van, hoor. Nee? We zijn aan het bouwen. Nou, niet financieel, maar moreel gezien dan. Moreel, mag ik het zo zeggen? Ja, zeker. Nou, Zero Copter heeft wel net 1,3 miljoen investeringen binnengehaald. Oh, oké. Okay. Ja. We zijn aan het bouwen. Oké, okay, ja, maar dat is omdat jullie gewoon ook goed werken. Precies. Is van 20 hackers of zo ongeveer? Nou, nee, in feite gebruiken we de hele wereld. Want kijk, iedereen kan een responsible disclosure call bij ons inschieten. Ja. En dat komt gewoon bij de klanten terecht. Dus dat is de hele wereld. Elke hacker, iedereen die wat vindt, kan via ons platform de melding doen voor de klanten die bij ons aangesloten zijn. En daarnaast draaien we een bug bounty programs waarin wij gewoon de hackers kiezen die het beste passen bij een bepaald project. En dan doen we dat in kleine teams. En die gaan ook vanuit de hele wereld, dus uit Brazilië, uit Rusland, whatever, gaan ze gewoon aan het hacken. En op het moment dat ze wat vinden, krijgen ze gelijk dat. En dan heb je ook weer die diversiteit, hè? Absoluut. Hoe meer mensen nadenken, hoe beter het gaat. En als je een pentest doet, ja, het is goed, maar je weet nooit eigenlijk wie het doet. Het kan best zijn dat een stagiair een pentest doet. Ja. Dat is lastig. Ja, met die bug bounty programma's heb je ook hackers van over de hele wereld. En criminele hackers komen ook van over de hele wereld. Ja, dus dan kun je meer competitie aangaan met de criminelen, om het zo maar te zeggen. Nou, het idee is dat de bug bounties uiteindelijk zoveel opleveren dat de hackers niet meer de criminele hoek in hoeven om net zoveel te kunnen verdienen. Kijk. Toch? Now we're talking. Klikken we terecht. Dat is veel beter, inderdaad. En je bent zelf al 30 jaar hacker, hè? Ja, man. Ja, je ziet er nog jong uit, zo moet ik zeggen. De rest van het team noem ik opa. Dus, ja. Opa? Ja. Oké, okay. Greyhead. Greyhead hacker. Grumpy old hacker. Maar dan ben jij wel degene om te vragen, hoe is dat in die tijd veranderd? Ik bedoel, we hadden vroeger een beetje Hollywoodfilms van hackers en criminelen. Ja, maar toen we begonnen was er nog geen eens internet, weet je wel. Dan had je gewoon een 300 baud modem en dan pak je je telefoon op, moest je met zo'n kiesschijf, ik weet niet of iemand nog weet hoe dat werkt, moest je gewoon bellen en dan hoorde je een toon. En dan legde je hem op een paar blokken rubber en dan kon je naar een BBS toe of zo en dan kon je wat downloaden en dan in één keer ging je moeder bellen en dan was je hele bestand weer weg, weet je wel. Dat soort shit had je gewoon, dat is echt een drama. En aan de andere kant, toen internet kwam, toen was het gewoon lekker open. Dus dan kon je gewoon een schijf van de universiteit mounten en die kon je gewoon gebruiken. Ja. Perfect. Dat had heel veel extra opslag toen. Top. Ja. De universiteit waren interessant, die hadden snelle verbindingen. Geen Dropbox en zo. En er was ook niemand die er wat van zei. Dus in onze tijd, alles wat we deden, ja, niemand weet het. Dus we deden niks verkeerd. Oh ja, oké. Okay, ja, inderdaad, voor je gevoel doe je ook niks van. Nee. Maar vandaag de dag is het wel meer serieus business. Dan wordt het wel lastiger, ja. Ja. Maar is er gaandeweg wel ook wel meer respect gekomen voor de hackers die helpen? Of blijkt dat eigenlijk gewoon nog steeds heel moeilijk, omdat de belangen toch vaak wel heel groot zijn? Het is wel lastig. Als je met bedrijven in gesprek komt in eerste instantie die eigenlijk niet weten wat hackers doen, dan is het best lastig. En als je dan gewoon uitlegt dat hackers best lief zijn, dat als je op Google hackers intikt en je ziet al die hoodies en ski maskers en dan gewoon zegt van ja, maar je kan geen pizza eten met een ski masker op. Nee. Dat werkt, weet je wel? Ja. Dat soort dingen, als je dat een beetje naar buiten brengt, dan gaan we de hacker wat vertrouwen en dan wordt het een stuk beter. Ja, maar hoe zien bedrijven jullie nou? Zien ze jullie echt als een verlengstuk? Of toch nog steeds een beetje als een bedrijf? We zien ons bedrijf echt als een proxy tussen de hackers. Ja. Dus wij hebben gewoon ook zelf hackers in dienst, uiteraard, die praten met de hackers. Dus dat is een soort interfacing tussen hackers, want die praten soms een beetje raar. Dus er zitten een team tussen en wij vertalen het naar het bedrijf. Ja. Dat is eigenlijk wat we doen. Want hoe heb je de hackers van vandaag ervaren? Supergoed. 40 individuen, 10 teams. Ja, super teams. Allemaal super. Echt, ook wat mensen soms meebrachten. Ik heb mijn ogen uitgekeken. Er stonden complete scopes en alles werd meegebracht. Ik snap niet hoe je dat gewoon überhaupt hier in een rugzak naartoe krijgt. Maar goed, het is een geluk. Dus alleen al respect daarvoor. Behoorlijk wat spullen op zo'n klein tafeltje. Dat is echt niet normaal.
En ze waren ook echt heel serieus bezig, want op een gegeven moment heb ik mijn clownsneus opgedaan en mijn bril. Nou, er zijn sommige mensen die kennen me van Defcon als Cokie de Clown. Ik heb die zaal doorgelopen en er was echt niemand die wat zei, want ze waren echt zo bezig. Dat is echt zoiets van, oké, heel wijzig. Maar eigenlijk ben jij je dus gewoon aan het recruteren voor je eigen bedrijf? Nee, dat niet. Want alle hackers kunnen wel bij ons komen, maar ze worden betaald voor de bounties. Dus op het moment dat een hacker een gat vindt, krijgt hij betaald. En het is niet zo dat hij bij ons werkt. Het is puur dat wij hem uitnodigen voor een programma en aan de hand daarvan kan ik dat verdienen. Ja, eigenlijk een beetje de Airbnb van de bug bounties. Ja, super cool zijn we. Ja. Hey, je zei net Defcon, hè? Defcon. Dat is in Las Vegas, dat is een heel groot hackerscongres. Heel groot hackers. Duizenden en alles. Het heet ook wel Linecon tegenwoordig. Want je staat eigenlijk gewoon in de rij en je komt nergens binnen. Oh ja, oké. Okay. Ja. Maar heb je nog wel wat gezien daar? Of? Ja, ik heb hele leuke feestjes gehad. Een van de dingen die erover in het nieuws kwam, was dat is een paar gasten was het gelukt om ransomware op een slimme thermostaat te zetten. Mm. Dat was niet de Toon, was de Nest, nee, geloof ik? Als nee, goed, dat was ook niet de Nest. Dat was een heel ander apparaat. En ze deden het door middel van een SD-kaart. Oh, dus het viel nogal tegen. Want dat wordt dan in het nieuws helemaal gebracht. Oh, ransomware op je slimme thermostaat is helemaal fuck. Nee, maar ze hadden inderdaad wel een slimme. Het viel wel een beetje tegen. Ja. Kijk, als je het over zulke dingen hebt, dan zou je eigenlijk moeten zeggen. Wat ook in het nieuws was toen, was als je het hebt over responsible disclosure. Een van onze kennissen, Olivier, die United gehackt had. En daar 1 miljoen airmiles voor kreeg als beloning voor zijn responsible disclosure. Kijk, dat is echt super cool. Alleen niet als je in Nederland woont. Want dan is het 0,02 cent per airmile. Dat tikt niet aan. Dus dat tikt 20.000 euro. Dat is gewoon echt drama. Nou, leuk dat je me even noemde. Olivier Beck, die begon al heel jong. Hij is nog heel jong. En hij is nog steeds, hoe oud is hij nu? 19. Wow. Toen ik hem voor het eerst sprak, toen was hij 15. En toen had hij al 15.000 euro aan bug bounties bij elkaar geharkt. Op zijn 17e al 45.000. En toen zei ik, nou, dat gaat wel lekker. En toen keek hij me aan, hoezo? Ja. Ik doe het ook heel vaak voor niks. Hij wil gewoon de puzzel oplossen. Dat vindt hij kicken, dat vindt hij leuk. En iedereen in Nederland moest eraan geloven. De Belastingdienst, alle banken. En dan krijgt hij soms een plastic trofee. En is hij net zo blij mee. Is gewoon de respect. Hij heeft een bal voor zijn kat van t-shirts. Oké, ja, inderdaad. Hij zei, stop nou eens met die t-shirts. Want hij had een hele kast vol. Dat soort mensen zitten er bij jullie in dienst. Om weg te gaan. Ja, die gooi ik nou weg. Die gooi ik dus ja. Straks nog meer t-shirts van jouw kant het publiek in. Maar we willen natuurlijk eerst weten, wie is de meest gevaarlijke hack? Wil je eerst nog iets over het algemeen zeggen of gaan we gewoon boem onthullen? Er zijn wel gewoon echt gevaarlijke dingen naar boven gekomen. Maar het blijft altijd lastig van wat is nou echt de gevaarlijkste, weet je wel? En we hebben wel met onze jury echt goed gekeken naar van, hoe kunnen we nou zorgen dat aanvalsscenario ook echt gewoon in de buurt komt van wat zou kunnen. Dus het is niet alleen de techniek, maar ook dat het scenario. Je, weet ik veel, eerst in een vliegtuig moet zitten en dan wat kunnen doen, maar gewoon echt puur, het kan heel makkelijk. Nou, er is één team geweest, die heeft ook echt zijn best gedaan. Die hebben een keurig mail gemaakt, een phishing mail, waarin nauwkeurig stond, naar aanleiding van deze dag, de Game of Thrones hacking dag, moeten we wat updates uitvoeren op onze toon. Dat is een leuk begin. Ons misbruikt om jullie klanten te hacken. En dan was de stappenplan was iets aanzetten op die toon. Op het moment dat je dat gedaan had, kon je op een link klikken. En als je dan op die link klikte, dan zei hij, ik ben aan het updaten. En op het moment dat de update stond, staat het is gelukt, log nu maar in op je toon. Alleen het probleem was dat die login dan niet de toon was, maar de criminele kant. Dus naam en wachtwoord van het Eneco-account was weg. Goed gedaan. Ook echt gewoon valide als je het bekijkt. We gaan niet precies zeggen hoe het werkt, maar het was echt gewoon goed. Dus wat mij betreft en wat de rest van de jury betreft, gewoon de winnaar voor deze most dangerous. Oké, okay, de winnaar of the most dangerous hack Game of Thrones is Looney Tunes. Looney Tunes! Looney Tunes. Nou, heren, jullie krijgen straks inderdaad ook een t-shirt van Edwin. Hans overreikt jullie de bokaal omdat jullie de meest gevaarlijke hackers zijn. Nou, zo gevaarlijk zien jullie er niet uit, maar dat zijn jullie wel. Ja, de knuffelhackers zijn het ook wel een beetje. Hey, we hadden eerst een universiteit, toen hadden we de overheid en nu hebben we een bedrijf, mag ik wel zeggen.
Rick van Duin was de captain van dit team. Zij waren ook een van de eerste die zich direct aanmelden. Die zeiden, ja, kik, gaan we doen. Doen team samen, Chris. Ik ben van de partij. Dus mijn verwachtingen waren hoog. En nou, je hebt ze overtroffen met de meest gevaarlijke hack. Hey, Rick, hoe voel je het vandaag? Ja, ik vond het eigenlijk hartstikke leuk. We hebben een eigen hackavondje. Elke donderdagavond doen we met collega's wat. En daar stond Toon al op de rit. We hebben alleen niet tijd gehad om een toon ook daadwerkelijk aan te schaffen en te slopen. Dus toen kwam dit voorbij. Dus dat is eigenlijk ideaal. En op basis daarvan zijn we gelijk zijn we hier. Jullie wilden al en toevallig kwam dit en het kwam allemaal samen. Ja, dat was ja, ideaal. We hoeven ook geen toon meer te kopen. Dat is ook wel chill, want het kost ook weer geld. Dus nee, we waren er hartstikke blij mee dat we mee konden doen. En nou, des te gaver dat we dan ook nog wat tofs vinden. Ja. Cool. Jij werkt bij Dearbytes. Jullie doen het formeel in je eigen tijd. Maar ja, het is wel waar jullie vandaan komen. Kun je iets vertellen over Dearbytes? Dearbytes is een security leverancier. In de breedste zin van het woord. We leveren gewoon antivirus en dozen en spullen. We leveren consultancy, support. We doen ook monitoring en het beheer van je systemen. Dus we doen security monitoring op netwerkniveau. En pentesting. Dat is dit team vanaf afkomstig. En Skynet. En we doen Skynet. En zelfs nog strategie en beleid. Dus echt in de breedste zin van het woord doen wij security. Ja. Oké, even bij je andere teammembers, hoe jullie het ervaren hebben. Hoe vond je het vandaag? Ik vond het eigenlijk vrij moeilijk. Ik loop stage bij Dearbytes. Dus eigenlijk was ik meer koffie en drink aan het halen. Ja. Maar uiteindelijk toen eigenlijk iemand de eerste aanvalvector vond, toen kon ik wel helpen met zeg maar, het verder uitbuiten ervan. Dus uiteindelijk lever ik wel mijn aandeel erin, zeg maar. Dus hoop geleerd. Ja. Ja. Hoe vond jij het? Ik vond het moeilijk. Want, normaal gesproken vind je wat, kan je lekker op doorbouwen. En nu vonden er maar niets, ook er ideeën. En dat leidde tot niets. En pas op het laatste moment eigenlijk vonden we dit. En dan konden we... Oké, dit was vrij laat op de dag dat jullie dit vonden. Want er kwamen meteen mensen en ik dacht, oh jee, ik hoop niet dat ze zich gaan vervelen. Maar jullie hebben de hele dag keihard doorgewerkt en toen kwam op een gegeven moment dit eruit. Ja, ik denk na een uur vier of zo. Half vijf of zo, ja, zoiets. Ja. Wist je toen ook van nou, dit moet wel echt een gevaarlijke hack zijn? Niet echt. Het, meer de combinatie, dat je op een gegeven moment puzzelstukjes bij elkaar gaat stoppen. En uiteindelijk wordt het gevaarlijk. Dat het eigenlijk allemaal kleine stukjes zijn bij elkaar, die los van elkaar niet heel gevaarlijk zijn. Nog even, hoe heb jij dat moment ervaren? Was het echt een Eureka-moment dat jullie zaten van, yeah! Of was het zo, ik weet het ook niet, dat de jury zei van, jongens? Nou, we wisten wel dat het wat was, alleen, dus je wordt er wel blij van, want we vonden allemaal maar weinig. Dus toen, dat moment was wel, oké, nu hebben we iets, hier kunnen we wat mee. Dus dat, zeker een leuk moment. Nou, en nu krijgen jullie allemaal een toon mee met allerlei hardware devices. Jullie moeten nog wel even een account aanmaken met e-mail en zo. Nou ja, inloggen, wel op de juiste site. Hè? En dan kunnen jullie nog even verder hacken als jullie willen. Maar als jullie wat vinden, meld het netjes. Oké, applaus, Team Looney Tunes! Nou, en natuurlijk een hartelijk applaus voor ons gevaarlijkste jurylid, Edwin van Andel. Nou, Hans, geschrokken, gerustgesteld, geleerd, overblown, verveeld. Hoe wil je je gevoel beschrijven na deze wasstraat van helpende hackers? Van alles een beetje, behalve dat laatste, verveeld. Ah, mooi. Dat is ik moet je heel eerlijk zeggen dat de eerste keer dat mij dit werd voorgelegd, zag ik alleen maar staan Game of Thrones. Dacht ik, leuk, we gaan een nieuwe reclamecampagne doen of zo. Ja. Prima. En toen gingen ze me uitleggen wat dit was. Ik dacht, wow. Dit gaat niet helemaal goed. Dus, maar ja, nogmaals, en dat vind ik denk ik wel het mooie van een aantal mensen die hiermee begonnen zijn. Ja, het is wel een beetje je nek uit durven steken. En ik vond het, nou ja, wat ik toen straks zei, best even spannend. Van, jeetje, wacht even, wat gaan we nou doen? En als ik dan alle verhalen hoor, dan heb ik eigenlijk het gevoel van, hey, het zit wel goed in elkaar, hè? Want als er heel veel nare dingen naar boven waren gekomen, dan was ik misschien niet zo ontspannen geweest. De basis is gewoon goed. Maar je ziet altijd een aantal aandachtspunten. En die krijg je op een hele goede manier naar buiten nu. Ja. Wat ik al eerder zei, in een ecosysteem, in dit geval met hackers, waarbij ik denk, ja, zo moeten we dat doen. Ja. Maar het was wel even spannend. Ja. Nu terugkijken denk ik, super top
Onwijs leuk. Nou, ik vind het ook geweldig dat jullie je op deze manier kwetsbaar opstellen. Het is ook onderdeel van het responsible disclosure beleid wat jullie nu aan het opzetten zijn. Hè? Ik bedoel, je handtekening zetten op zo'n manifesto tijdens een EU-feestje, dat is één ding. Maar ja, je moet je voorstellen wat er allemaal in de back-office moet gebeuren. Dat als er een melding binnenkomt, dat er snel op gereageerd wordt. Dat capabele mensen zien wat dat is. Dat het snel gefixt wordt, wel op een nette manier. Dat het niet gelekt wordt. Blauw. Het is allemaal best wel heel ingewikkeld. Alert Online was voor jullie ook de gelegenheid om te zeggen, wij zijn klaar voor responsible disclosure. Zijn jullie dat nu? Ja, zo goed als. Een puntje op de i, maar dan zijn we klaar. Okay. Dat is een beetje wat je zegt, het ene energiebedrijf ondertekent een manifest, het andere energiebedrijf doet het gewoon. Ja, nee, zeker. Sorry. Volgende week bij Tech Talk Late Night, Ion. Nee, die was het niet. Alliando, Stedio, dan moet ik er even een paar noemen natuurlijk. Maar zonder gekheid, het is een leerproces ook voor ons. En we zullen hier ook echt nog wel dingen niet goed doen. En we zullen misschien niet altijd snel reageren. Maar het is wel, en dat is zeker de verdienst van een aantal mensen binnen NECO die met security bezig zijn. Het is ermee beginnen. En dat is denk ik het ingewikkeldste voor grotere bedrijven, ook voor NECO. Is vaak kun je hier heel lang over praten en je kunt beleidsnotities schrijven en je kunt er nog eens een keer over nadenken. Het begint wel met het doen. En dat is vandaag en dat is inderdaad met alles gewoon daadwerkelijk maar gaan proberen. Ja. En dan zullen best wel eens dingen niet helemaal goed gaan. Maar de overleggen energiebedrijven ook met elkaar, hoe doen jullie, doen wij het? Zoals Nienke schetst in het begin van het NCSC, dat ook binnen ISEC, dat er overleg is over cybersecurity, dat je elkaar daar niet gaat concurreren. Ja, maar ik denk dat er meerdere vlakken, dat geldt ook voor cybersecurity, dat energiebedrijven van oudsher niet de meest sexy innovatieve bedrijven waren, maar ook steeds meer zien dat je de boel open moet gooien en dat je juist op dit soort dossiers met elkaar moet overleggen. Ja. En ook gewoon moet delen. Ja, ja. Dat is wat we vandaag hebben gedaan. Kwetsbaarheden delen om gezamenlijk sterker te worden. En ik vind het super cool dat jullie dit hebben gedaan. Dankjewel. Hans Valk. Goed, dames en heren. We zijn nu aan het einde gekomen. Straks kunnen de hackers dus hier bij de tafel hun goodies ophalen. De winnaars eerst. Die krijgen een zwarte tas vol met spullen. Daar zit de toon in, daar zit hardware in. Ze krijgen een speciaal hackers t-shirt. Dat is natuurlijk leuk. Boekhelpende hackers, Nederlands, Engels en zo. Een aantal mensen die hier zitten, die staan er ook in dat boek. De 28 anderen, die krijgen sowieso ook het boek. En natuurlijk de toon mee naar huis. Kunnen ze thuis nog maar openmaken. Leuke spelletjes van maken en al dat soort dingen meedoen. En wie weet staan we hier over een jaar weer om het nog allemaal een keertje over te doen. Hopelijk staan we binnenkort met Tech Talk Late Night ook weer hier in Worm. Wij zijn van plan hier te blijven en door te gaan met de moeilijke dingen in de informatietechnologie leuk te maken. Want het is van ons allemaal en laten we daarom met z'n allen er het beste van maken. Met een biertje, een drankje, wat muziek en vette beats van Dr. Sneed. Deze week is nog Alert Online. Tot de volgende keer!